De stichting Burgerschuldhulp Asten Zomeren is van start gegaan. Het bestuur van de stichting kwam op dinsdag 22 januari bijeen in de Centrum de Bijaard. Voorzitter Martin Kusters vertelt wat de stichting allemaal doet. Martin Kusters, voorzitter van de stichting Burgerschuldhulp Asten Zomeren. Jullie hebben vandaag vergaderd. Dat was niet de eerste vergadering. Nee. We hebben al heel wat vergaderingen gehad. Er komt gewoon een hele hoop zaken moeten worden voorbereid, moeten worden geregeld. Maar vandaag hadden we toevallig wel de eerste aanvraag die we hebben behandeld, zeg maar. Ja, even kort naar het begin. Wat is de stichting Burgerschuldhulp? De stichting Burgerschuldhulp is eigenlijk een oplossing zal ik maar zeggen, voor mensen die kleine beperkte schulden hebben, die niet in aanmerking komen voor de schuldhulpsanering zoals we die allemaal wel kennen, voor mensen die wat zwaardere schulden hebben, maar die er ook niet meer helemaal uitkomen, die vaak begeleid worden door of ONUS of een andere organisatie, maar die dan geconfronteerd worden met vaak 3, 4, 5 kleinere schulden. En daar willen wij een oplossing voor bieden door die kleinere schulden af te lossen. En soms gaat de begeleidende instantie die probeert die schulden zeg maar terug te brengen. Want wij gaan niet verder dan 5000 euro. Dus die kleinere schulden die mogen maximaal 5000 euro bedragen. Dus als die bij wijze van spreken op het moment dat het probleem gesignaleerd wordt 10.000 euro zouden zijn, dan gaat het erom dat geprobeerd wordt met de schuldeisers tot een regeling te komen, zodanig dat ze zeg maar onder die 5000 euro komen. En dan kun je bij ons een aanvraag indienen. En dan is de filosofie dat wij één lening verstrekken van bijvoorbeeld 5000 euro, maar dat kan er ook 4000 of 3000 zijn. Wij lossen de bestaande schulden af, allemaal, dus ze moeten dus verder schuldenvrij zijn. En wij kijken naar een passende periode waarin de schuld moet worden afgelost. En dan doen we dat zeg maar voor een bedrag, zodanig dat iemand dat gewoon mee kan nemen in zijn leefpatroon. Dat hij af is van de last. Mensen worden heel erg in beslag genomen door schulden. Dat werkt psychisch heel erg door. En daar proberen wij op deze manier een oplossing voor te vinden. Je praat over schulden bij instanties, niet bij particuliere personen. Nou, in principe, kijk, je komt van alles tegen, dat merk ik nu al. We hebben de eerste echte aanvraag behandeld en een paar andere hebben we al iets over gehoord. En dan moet je er wel rekening mee houden dat je inderdaad ook dit soort vragen krijgt. Maar in principe zul je veel meer te maken krijgen met Wehkamp-achtige, Otto-achtige, andere financieringsinstellingen die vaak makkelijk leningen verstrekken, maar je schrikt van de rentepercentage. Ik bedoel, als jij op dit moment geld bij de bank neerzet, dan wordt het al heel erg moeilijk om 0,3% rente te krijgen. Terwijl zo'n lening, daar vragen ze rustig 14% voor. Met andere woorden, als je dan een aflossing doet per maand, dan doe je in feite niets anders dan de rente een beetje aflossen. En dan kom je eigenlijk nooit van je schuld af. Nou, en als wij een lening verstrekken, dan doen we dat zonder kosten en zonder rente. Dus dat betekent dat je dan hetgeen wat je aflost, dat ga je dan ook daadwerkelijk aflossen aan de schulden. En dat betekent dat je dan in een beperkte tijd van je schuld afkomt en weer ruimte krijgt om te leren waar het er eigenlijk om gaat. Ja, je komt in actie als het al gebeurd is. Preventief is natuurlijk een heel veel werk aan de winkel. Ja, nee, maar goed, dat geldt eigenlijk voor allerlei partijen. Kijk, een organisatie als ONUS, maar dat geldt zeker ook voor de KBO's. En die doen heel veel goed werk, denk ik. Alleen heel vaak komt iemand in een situatie terecht, wordt hij geconfronteerd met problemen, moet dan oplossingen bedenken en raakt daardoor in de schulden. Want vaak is het niet zo dat iemand zeg maar er maar op los leeft en dan schulden maakt. Nee. Iemand die komt bijvoorbeeld in een echtscheiding terecht, moet toch een huisje inrichten en kan dan bij een normale bank geen geld krijgen, komt dan bij dat soort huizen terecht waar ik het straks over had. En voor je er erg in hebt, ja, zit je behoorlijk in de schulden en kom je er gewoon niet zo snel vanaf. Nou,
En daar proberen wij dus een oplossing voor te vinden. Ja, maar dan moet je dus als persoon toegeven dat je in de schulden zit. Dat moet je ook maar doen en durven. Ja, je moet inderdaad, dat zul je op een gegeven moment, je moet met gegevens op tafel komen. Wij werken met gemeenschapsgeld. Dus wij kunnen alleen maar een lening verstrekken als wij alle gegevens hebben. En wij moeten overtuigd zijn van de moraliteit van iemand. Iemand die moet gemotiveerd zijn om uit de problemen te komen. En dan zijn we graag bereid om daarbij te helpen. Maar de verantwoordelijkheid, zeg maar, van die stap zetten, ik wil naar een oplossing toe, die ligt natuurlijk bij de mensen zelf. De nazorg, zeg maar, als die schulden weg zijn, dan wordt er nog even gekeken naar zijn leefpatroon, dat het weer goed komt? Nou, het is goed dat je dat even aankaart. Wat ik al aangaf, van de vragen, de aanvragen, die zullen vooral terechtkomen bij ons via begeleiders. Dat zal voor een belangrijk deel zal dat ONES zijn, maar nogmaals, dat kunnen ook de oudere adviseurs zijn van de KWO en dat mogen ook andere instellingen zijn, mag ook een huisarts zijn. Die kunnen vragen indienen. Als wij een lening als het ware toewijzen, dan gaan wij ervan uit en dan hebben wij afspraken gemaakt, onder andere met ONES, dat iemand begeleid wordt om te zorgen dat we niet terugvallen in een oude situatie. En wij gaan dan uit van de goede trouw, zeg maar. We gaan iemand niet onder curatelen stellen. We gaan ervan uit dat wij een zodanig bedrag afspreken dat iemand dat netjes af kan lossen. Maar we blijven dat wel een beetje begeleiden om te kijken, in het belang van mensen ook zelf, van val niet opnieuw terug in de situatie. Ja. Jullie hebben geld in de pot, waar komt dat vandaan? Wij hebben voor de start, zeg maar, hebben wij gebruik mogen maken van de stichting Welzijnszorg in Helmond. De notaris is ons ter wille geweest door gratis, zeg maar, de statuten te laten verlezen. Notaris Kessels in Asten. En verder heeft de gemeente Someren ons een startsubsidie gegeven. En vervolgens hebben beide raden besloten om ons 25.000 euro beschikbaar te stellen als kapitaal. En dat betekent dus, en voor 2 jaar in principe. Dus dat betekent 25.000 Someren, 25.000 Assen, dus 50.000 euro. En als alles doorloopt en het marcheert, dan krijgen we ook dat tweede jaar, zeg maar, die 50.000 euro. Dus dat is ons werkkapitaal wat wij uit gaan zetten. Ja, er zijn al aanvragen binnen. Ja, nou, wat ik al aangaf, vanmorgen hebben we de eerste aanvraag behandeld. Daar zitten inmiddels nog 2 of 3 aanvragen zitten er in de pijpleiding. Dus dat betekent dat we nu echt bezig zijn met datgene waar we voor opgericht zijn en waar we best een hoop moeite voor hebben moeten doen. Wat ik net al aangaf, van het gaat om statuten, het gaat om start, het gaat om de AFM, de autoriteit, de financiële markt, daar moet je toestemming voor hebben. Kortom, er moet een hele hoop geregeld worden, je moet een ambi-status hebben. Nou, dat is allemaal geregeld, dus nu kunnen we ook daadwerkelijk aan de slag. En dan is het heel prettig dat wij nu ook de eerste aanvragen daadwerkelijk kunnen gaan behandelen. Ja. Waar moet ik zijn als eerste? Nou, je kunt naar onze site toe gaan. Hè. We hebben een website. Daar kun je vragen om een aanvraagformulier. Maar je kunt ook, als je in de schulden bent en je hebt vragen daarover, kun je bijvoorbeeld ook naar, of dat het nou een oudere adviseur van de KWO is, of je gaat naar ONES. ONES heeft gewoon een aantal goede schulddienstverleners. Dus als je daar aanklopt, dan gaan zij kijken van wat er aan de hand is. En als zij denken van nou, dit biedt een oplossing, dan komen zij naar ons toe met een aanvraag. En dan gaan we de zaak behandelen. Ja,